Wat zijn warmtepompdrogers en waar moet u op letten als u een warmtepompdroger wilt kopen? In deze video leggen wij u uit wat warmtepompdrogers zijn, hoe ze werken en welke keuzes u heeft als u een warmtepompdroger gaat aanschaffen. Een warmtepompdroger is een wasdroger die vochtige was droogt met behulp van een compressor in plaats van een verwarmingselement. Door deze techniek zijn warmtepompdrogers tot 40% zuiniger in het gebruik dan condensdrogers en luchtafvoerdrogers. Drogers met het energielabel A zijn dan ook vrijwel uitsluitend warmtepompdrogers. Warmtepompdrogers zijn vaak wat duurder in de aanschaf dan andere types. Maar door het veel lagere energieverbruik verdient u het verschil uiteindelijk weer terug. Bij de aanschaf van ieder type droger is het belangrijk om rekening te houden met de capaciteit. Kiest u in de eerste plaats voor een wasdroger met een capaciteit die tenminste gelijk is aan die van uw wasmachine. Voor een gemiddeld gezin is een capaciteit van 5 tot 7 kilo meestal voldoende. Machines met een grotere capaciteit gebruiken vaak meer energie, ook als ze niet volledig worden beladen. Ze zijn daarom vooral interessant voor een groot huishouden. Bij de aanschaf van een droger is het van belang hoe een machine om kan gaan met verschillende soorten ladingen. U komt diverse opties tegen. Met een speciaal programma voor gevoelige kleding gaat een droger voorzichtiger om met uw meer kwetsbare kledingstukken. Met een speciaal wolprogramma of woolmar kan een machine ook veilig uw wollen kleding drogen. En een machine met een wolrek beschermt uw wollen kleding nog beter. Met een speciaal rek voor sportschoenen en een speciaal rek voor lingerie kunt u dit soort kledingstukken voorzichtiger drogen. En met trommelverlichting ziet u minder snel een achtergebleven kledingstuk over het hoofd. Zo kunt u voorkomen dat de verkeerde kledingstukken per ongeluk bij elkaar in de lading terechtkomen. Bij de aanschaf van een droger is het gebruiksgemak van belang. U vindt op drogers verschillende zaken die het gebruik gemakkelijker maken. Met een grotere vulopening kunt u de warmtepompdroger gemakkelijker in- en uitladen, wat handig is bij grote ladingen was. Met een anti-kreukfunctie komt de was veel minder gekreukt uit de machine, wat uw strijkwerk bespaart. Met een indicatie voor het pluizenfilter en het waterreservoir weet u altijd wanneer u het filter schoon moet maken en het reservoir moet legen. En met een zelfreinigende condensor hoeft u het pluizenfilter niet langer zelf met de hand te reinigen. Bij de aanschaf van een warmtepompdroger is het uiteraard van belang hoe zuinig deze met energie omgaat. Want dat is beter voor het milieu en uw portemonnee. Met de optie uitgestelde start kunt u de droger overdag laden en instellen om pas 's nachts te draaien. Zodat u gebruik kunt maken van het goedkopere nachtstroomtarief. Behalve gemakkelijk is een zelfreinigende condensor ook energiebesparend, omdat deze garandeert dat de machine altijd zo optimaal mogelijk presteert. En sommige drogers beschikken over één of meerdere vochtigheidssensoren. Dit wordt ook wel Fuzzy Logic genoemd. Deze sensoren meten constant de vochtigheidsgraad van de kleding en bepalen actief hoeveel energie er maximaal nodig is om de lading naar wens te drogen.